Het Caribisch carnaval in Groningen wordt morgen voor het eerst in 3 jaar weer gehouden. Stichting Activoli is, net als in 2003, de organisator. De voornaamste reden waarom het carnaval de afgelopen 2 jaar niet door kon gaan was gebrek aan geld. Door subsidiegelden en sponsoren kan het festival dit jaar wel doorgaan. Wat heel erg heeft geholpen is een subsidie. Want je hebt natuurlijk toch fondsen nodig, je hebt geld nodig, want alles wat je organiseert kost geld. En dat heeft ons een extra zetje gegeven en de organisatie is helemaal vernieuwd. Er zijn allemaal nieuwe vrijwilligers gekomen, heel enthousiaste mensen. En die hebben de kar gewoon getrokken dit jaar en met het geld erbij is het helemaal goed gekomen. De voorbereidingen voor het Caribisch carnaval zijn in volle gang. De laatste hand wordt gelegd aan de praalwagens. We zijn bezig met de praalwagen. Voor de stoetparade, voor de Activoli. En ik ben dan zo'n 3 weken zo bezig. En we zijn nu kleine puntjes aan het afmaken voor morgen. De openingsact van de optocht heeft een eigen thema. Het thema van Activoli is handen bij elkaar voor een paradijselijk bestaan. Wat betekent dat? Dat houdt in dat als je allemaal samenwerkt, alle volkeren, alle bevolkingsgroepen, dan wordt het veel mooier. En dat is ook wat onze wagen wil uitbeelden. En dat hebben we uitgebeeld door rommel neer te leggen. Wat wordt opgeruimd door allerlei verschillende handen. En daarachter wordt het dan een heel mooi paradijsje. Deze praalwagenplek was de opening van de carnaval. Dus hier ook komt te staan het thema van Activoli deze jaar. En dan komen 3 mooie meiden erop te staan om te dansen zo. Om die publiek even wakker te schudden. Vanavond wordt Groningen alvast opgewarmd tijdens de Jump Up. Dat betekent eigenlijk warming up van Groningen. Dus we gaan met een lekkere brassband die lekkere swingende muziek maakt, gaan we door de hele stad trekken. En dan maken we mensen eigenlijk een beetje attent op het feit van het carnaval komt eraan en jullie moeten allemaal komen en het wordt gezellig. Dus het is meer als aanloopje naar het carnaval bedoeld.